Nou, 3 oktober gaat inmiddels bijna echt helemaal niet meer door, hè? Nou, 3 oktober is er natuurlijk altijd. Hè. We eten een hutspot thuis, we gaan de vlag uithangen, maar we gaan niet met z'n allen naar de stad zoals dat altijd dat was wat we gewend waren. Er wordt niks georganiseerd door de horeca. De activiteiten van de 3 oktobervereniging zijn ook afgelast. Dus er is eigenlijk niet zoveel reden om naar de stad te komen. Doe het alsof het een normale zaterdag is. Dat is ook de meest veilige manier om te werken. Ja, want is dat iets waar u toch rekening mee houdt, dat er mensen toch naar Leiden toe gaan komen, omdat het nou eenmaal Leiden's ontzet is? Ja, het is er ingeramd bij de mensen dat je met 3 oktober naar de stad gaat. Ik zou zeggen, doe dat niet. Het is echt zeer onverstandig. Het is onverstandig voor je eigen veiligheid, voor de gezondheid. Doe dat niet. Het is een normale zaterdag. Doe datgene wat je op een normale zaterdag ook doet en niet meer dan dat. En 4-3 oktober in klein verband thuis. Ja, want het is eigenlijk zelfs geen normale zaterdag. Hè? Heel veel kroegen blijven zelfs gewoon dicht. Ja, die zijn ook een beetje bang voor te veel mensen. Maar als je gedraagt zoals iedereen, dan is er ook niets aan de hand, denk ik. Als het nou onverhoopt toch druk wordt, heeft u dan maatregelen achter de hand? Zeker, daar zijn wij op voorbereid. Dus we kijken goed wat we in zo'n situatie zouden doen. Daar hebben we ook een plan voor klaar liggen. In het ergste geval gaan we gebieden afhekken. Maar ik verwacht eerlijk gezegd niet dat het nodig is.